Ellison, van harte gefeliciteerd. Eigenlijk een dubbele felicitatie vandaag. Een hele mooie 4-0 zege op Schotland. Eén met zelfjarig. Dat zo. Eerst over de wedstrijd. Ja, hoe kijk jij terug op het duel? Nou, wij wilden gewoon een stabiele wedstrijd spelen. En ik denk dat we dat hebben neergezet. Schotland speelde heel breed. Dat maakte het veld heel groot. Dus we wilden niet in de valkuil komen dat we dan ook zo breed gingen staan. En de ruimtes te groot werden. Nou, we hebben gewoon de basis neergezet van waar we de laatste anderhalf week mee bezig zijn. Van mij mochten we meer goals maken. Ik vind dat we slordig waren in de eindfase. Maar ja, we gaf volgens mij één cirkelpenetratie en kregen ze een corner die buiten de cirkel werd gegeven. Dus we gaven weinig weg en creëerden genoeg vandaag om voor de eerste wedstrijd van het toernooi. Ja, jullie creëerden veel. Hè? Jullie creëerden ook veel strafcorners. 8 in totaal uiteindelijk. Daarvan ging er dan uiteindelijk eentje in, een soort variant, maar die was niet eens zo bedoeld. Is dat nog een ding van 8 corners en eigenlijk niet één echt erin? Jij denkt dat niet zo bedoeld of is het? Ja, het leek alsof hij doorschoot naar Xander. Nee, dat klopt. Kijk, het is een aandachtspunt voor ons. En weet je, de ritme kan je niet zomaar pakken als je speelsters van 5 verschillende clubs bij elkaar gooien en zegt van nou, die aangeven van die en de stop van die en de sleep van die. Dus die ritme is er nog niet. En dat is ook niet zo erg, want we hebben die tijd en we creëren die corners, dus dat is wel belangrijk. In de eerste kwart creëerden we geen. Dus dat was een aandachtspunt voor de tweede en de derde en de vierde kwart. Dus weet je, we maken stappen en natuurlijk willen we gewoon meer erin gooien, maar wij zijn er nu nog niet en dat is oké. En zo wil ik het ook overbrengen naar de dames, dat het is oké. En op het moment dat wij de ritme pakken, we krijgen meer snelheid in de aangeven, dan hebben we meer ruimte om te schieten. Weet je, dat komt wel. De eerste helft keepte Anne Veenendaal, de tweede helft keepte Josien Koning. Ik vroeg jou vorige weekend tijdens de Rabo Superserie, wat wordt de verdeling van de keepers? Hoe ga je dat aanpakken? Is dit hoe jij het ook de rest van het toernooi het gaat doen met de twee keepers? Nee, dat is niet hoe we het gaan doen. We gaan wel die twee wedstrijden, hele wedstrijden laten spelen. En dat komt in de komende paar dagen. Dus ze zullen om en om keepen. En dan zien we wel. Matla scoorde vandaag weer. Hè? Ze scoorde volgens mij de afgelopen 4 wedstrijden 3 keer al. Ja, die is lekker op dreef, Matla. Nou ja, ze is in de spits en de spits hoort te scoren. Dus ze doet wat van haar gevraagd is. En dat is alleen maar goed. Maar de goals die worden gescoord zijn gecreëerd door het feit dat de rest van het team ontzettend hard werken. Waardoor zij het gewoon heel goed kan afmaken. Dus het is een samengang van allemaal. Ja, mooie start van het toernooi nu. Wat vind je ervan hier in Brussel? Het is heel warm. Speelt dat ook nog een rol? Nou, we hebben wel de laatste week gewoon echt met de heat protocol, zoals het wordt genoemd. We hebben wat andere dingen gewoon, we proberen een aantal andere dingen. We hebben gewoon nu voor het eerst slushpuppies op de bank, waardoor de interne temperatuur sneller daalt. Waardoor je dat, als je dat drinkt, we hebben dus van intern en extern kerntemperatuur, zeg maar, we zijn het aan het sneller dalen, waardoor we sneller kunnen herstellen. Dus vandaag was een uitprobeersel en dat volgens mij beviel het eigenlijk wel goed voor de dames. Het is in ieder geval sneller, wat rustiger werd. En het is wat het is. Iedere team moet in deze hitte spelen. Top. Laatste vraag. Je verjaardag vandaag, Ellison. Het is een hele drukke dag geweest natuurlijk. Is er vanavond nog ruimte voor een klein taartje misschien? Nou, ik moet nog heel snel de tractatie gaan halen. Want daar heb ik nog geen tijd gehad vandaag. Dus we zullen even vanavond even heel kort bij stilstaan. Maar dit is de dag van de dames. En je bent elke jaar jarig. En je bent niet elke jaar op een HWL. Dus